Mijn naam is Patricia Vlasman. Ik ben patiëntvertegenwoordiger voor het DOSIS Consortium. Het consortium dat zich richt op onderzoek naar erfelijke hartaandoeningen en genetische hartaandoeningen. Naast mij staat Rudolf de Boer van het UMCG in Groningen. Welkom Rudolf. Dank je. Ik was 13 jaar toen ik te horen kreeg dat ik een hypertrofische cardiomyopathie heb. Dat sloeg in als een bom. Niet alleen voor mij, maar voor mijn hele omgeving. Rudolf, jij ziet en spreekt natuurlijk heel veel mensen en ook naasten van mensen die zo'n diagnose te horen krijgen. Wat kun je daarover zeggen? Wat gaat er dan? Wat barst over die mensen heen? Ja, nee, daar kan ik zeker iets over zeggen. Nou ja, een heleboel. Ik denk zoals je beschrijft in jouw geval was je ook meteen heel ziek. Maar erfelijke ziekten, hartziekten komen eigenlijk in heel veel verschijningsvormen. Dus je hebt een categorie mensen die ziek is. En nou ja, dan is er natuurlijk de schrik van de ziekte en alle neerslag die dat heeft in het dagelijks leven. En dan blijkt ook nog eens een keer dat zo'n ziekte in sommige gevallen erfelijk kan zijn. En dat geeft een extra laag van onzekerheid. En wat het betekent namelijk dat familieleden het advies krijgen om zich ook te laten testen. Dus dat is allemaal niet niks. Zeker bijvoorbeeld als ouders ziek blijken te zijn, die kunnen zich ook bijvoorbeeld heel schuldig voelen. Als ze het hebben doorgegeven aan hun kinderen. Hoe dat in Nederland is georganiseerd, is dat in de grote ziekenhuizen, de academische ziekenhuizen met name, zijn teams van waar men kijkt naar erfelijke hartziekten. En in zo'n team zitten cardiologen, maar ook klinisch genetici. Dat zijn experts op het gebied van erfelijkheid. En vaak ook nog andere specialisten, bijvoorbeeld internisten, die hebben verstand van vaatziekten, kindercardiologen. Dus het is heel belangrijk dat er een team is waar ervaring wordt opgebouwd in deze aandoeningen, die soms zeldzaam zijn. Dus dat moet dan bij elkaar gebracht worden in een bepaald ziekenhuis. En als er sprake is van een erfelijke ziekte, en daar heb je bepaalde redenen om dat aan te nemen. We weten bijvoorbeeld dat sommige ziekten kunnen erven, of we weten dat sommige gebeurtenissen bij hele jonge mensen zo ongewoon zijn, dat je eigenlijk moet zoeken naar een erfelijke hartziekte. Als dat dan zo is, dan worden dus familieleden van degene met de ziekte, die worden dan uitgenodigd. En hoe vaak reageren mensen op zo'n familiebrief? Ja. Want ik kan me namelijk ook best wel voorstellen dat je daar, net zoals ik destijds, eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Ja. En dat je misschien wel moeite zult hebben met het kopen van een huis of het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Of... Nou ja, dat zijn ook helemaal geen lichte beslissingen. Dus dat is ook een onderdeel van het gesprek. Dus je kunt altijd een keer gaan om te praten over, laat ik mij testen of laat ik mij niet testen. En daar komen ook dit soort dingen op tafel. Inderdaad, heeft het gevolgen voor mijn verdere leven? Voor kan ik een huis kopen? Kan ik een verzekering afsluiten? Allemaal dat soort dingen. Dat zijn hele terechte vragen. Daar kun je in algemene zin niet zeggen van maak je geen zorgen of dat is wel een probleem. Dan moet je echt kijken naar wat er in die familie speelt. Aan de andere kant, sommige ziekten natuurlijk, als je ze erft van iemand, dan kunnen ze ook zo ernstig zijn dat je kan zeggen, nou, omwille van mijn gezondheid zou ik het toch wel willen weten. Dus al die dingen moeten op tafel komen en dat zijn best wel lastige gesprekken. Wat heel lastig is in het algemeen, ik denk dat dat ook nog iets is om mee te geven, is dat er een verschil is tussen of je aanleg hebt voor de ziekte. Dus je kunt bijvoorbeeld een genmutatie hebben geërfd van je ouders of van een van beiden. Dat wil nog niet zeggen dat je ook ziek wordt. Dus of sommige, klachten hebt. Of klachten hebt, hè. Ja. Dus sommige mensen hebben dat, maar zijn eigenlijk resistent, worden niet ziek. Terwijl bijvoorbeeld een broer of zus die het dan ook draagt, wel ziek wordt. We snappen niet hoe dat komt. Een van de dingen die we in DOSIS ook uit willen zoeken. Maar dat is voor mensen een lastig concept. Dus als je positief wordt getest door de geneticus, wil het nog niet zeggen dat je een hartziekte krijgt. Dat is best wel lastig. Dus er is een boel te zeggen over erfelijkheid. En het beste advies, denk ik, wat we kunnen geven aan mensen is, steek je licht op. Laat je informeren. En maak dan een weloverwogen besluit wat goed bij jou past. En dat kan verschillen. De ene mens kan zeggen, ik wil me laten testen, en de ander niet. En dan zijn er soms tussenoplossingen. Ja, maar dan wil ik toch nog even één ding zeggen over het belang van je laten testen. Als je niet symptomatisch bent en maar wel gendrager, ook dan is het voor jullie echt wel belangrijk om zeg maar die gegevens wel in de database te hebben staan. Absoluut. En ik denk voor mensen zelf ook. Want hoe vervelend ook, het kan zijn dat je geen klachten hebt, maar toch ziekte in je hebt. En dat hoef je dus niet te merken. Daar hoef je eigenlijk geen klachten van te ondervinden. Dus inderdaad, omwille van het onderzoek, maar ook voor het belang van het individu,
zou ik het altijd wel voorstaan. Maar goed, zoals gezegd, dit moet je in gezamenlijkheid bespreken. Alles moet op tafel komen. En dan neem je een besluit en dat past dan bij jou. En dan is het ook een goed besluit. Dankjewel, duidelijk. Ja, graag gedaan. Ja, dus mijn boodschap voor alle patiënten. En inderdaad ook mensen die niet weten dat ze mogelijk een aangeboren hartziekte hebben. Laat je voor de zekerheid toch testen. Dan weet je dat in ieder geval. Met name ook voor het onderzoek in de toekomst. Want voorkomen is beter dan genezen. Dank u wel. Mm-hmm.